Luisteraars, wij gaan nu overschakelen naar Paramaribo, naar Ludwig van Mulje. Ludwig, goedenacht. Goedenacht, Iwan en alle luisteraars van Radio Tamar. Ik groet u vanuit het regenachtige Paramaribo. Er zijn vanavond een aantal stortbuien neergedaald op Paramaribo. En ik weet niet of het in het hele land zo is, want u weet, Suriname wordt geteisterd door lokale buien. Soms kan het regenen in Paramaribo, maar in het binnenland niet. En soms andersom. Dus ik hou me even aan de weersomstandigheid in Paramaribo die ik gewoon live kan meemaken. En dat zeg ik dan. Dus enorme stortbuien op het begin van de avond. En het is vandaag een bijzondere dag geweest in Suriname, omdat er een stille loop heeft plaatsgehad in verband met de ramp in de mijnbouw in de goudsector. En ik ga het natuurlijk daarover hebben. Dat is de ramp in het Matawai-gebied, waarbij 8 dorpen zijn getroffen. En ik kom daar uitvoerig op terug. Maar ik ga gewoon zoals gebruikelijk traditioneel starten met het nieuws en de analyse. Maar ik wil toch even dit erbij zeggen, dat vandaag een bijzondere dag is, omdat het nu moesdemanting is van de overgang van vrijdag 24 november op zaterdag 25 november 2023. En dan vieren wij in geheel Suriname, het is een nationale feestdag en herdenkingsdag, de onafhankelijkheid van Suriname. En de Suriname, het onafhankelijke Suriname, is 48 jaar geworden. De 48-jarige verjaardag van Suriname. Ik feliciteer alle Surinamers wereldwijd met deze bereikte mijlpaal. Hoe dan ook zijn wij 48 jaar op eigen benen aan het staan, of wij proberen althans op eigen benen te staan. En die beeldspraak van op eigen benen staan heeft natuurlijk alles te maken met de groei van een menselijk wezen. Je bent een foetus in de buik van de moeder en dan word je geboren en dan word je 1 jaar. In de Surinaamse traditie wordt het eerste jaar uitbundig gevierd als het foetus, als kind, als jong mensje 1 jaar is geworden, dan zeggen wij, dan heeft hij bewezen, heeft hij zijn propedeutisch examen gehaald van de Universiteit van het Leven. Dan heeft hij bewezen dat hij menswaardig kan leven. En dan gaat zo'n menselijk wezen gaat een aantal fasen tegemoet. En je hebt de fase voor de puberteit. In het Engels spreekt men over de prepubescence. En dan heb je de puberteit en de jongvolwassenheid. En het is een fase voordat je echt volwassen wordt. En juridisch heeft men die lijn getrokken tussen 18 jaar en 21 jaar. Daar wordt veel in de wereld over gesoebat, waar die grens ligt van echte volwassenheid. Dat je kan achten dat het jonge menselijk wezen volwassen is geworden en op eigen benen kan staan. Vandaar die uitdrukking, op eigen benen staan. En Suriname staat nu 48 jaar op eigen benen. En ik moet zeggen, als we kijken dan als Suriname een mens zou zijn, hoe dat menselijke wezen nu loopt, dan zou Suriname een beetje kreupel lopen van allerlei vallen en opstaan in die postkoloniale fase, noemt men dat, hè? Na de onafhankelijkheid van 1975, 25 november, dan zijn wij op eigen benen gaan staan en dan zijn we direct gevallen een paar keren. En een van die grote valpartijen van ons, dat is in 1980, toen niemand had gedacht dat jonge jongens van het Surinaamse leger de wapens zouden opnemen tegen het gezag in Suriname. En dat is natuurlijk een onwettige daad, maar die wordt in sommige landen in de wereld gedoogd, omdat soms de situatie in het land aanleiding kan geven voor
extreme ingrepen. En zo heeft Suriname ook in 1980 die ingreep door, door een spontane, tussen aanleiding spontaan, een spontane opstand van militairen die een wettig gekozen regering van de NPF, NPK moet ik zeggen, wegschoot onder leiding van premier Aaron. Dat is de militairen eeuwig kwalijk genomen door de NPF. En dus dat is een van die keren dat, dat jonge wezen, het Surinaamse land, het jong, pas onafhankelijk geworden Surinaamse land, dat op eigen benen probeerde te staan, even is gestruikeld, ja, door die militaire staatsgreep. Maar dat heeft de loop van die geschiedenis enorm bepaald. En toen is ook een van die momenten dat we weer opstonden, is 1987 geweest, na de onafhankelijkheid, dat wij dan voor het eerst na een aantal jaren een militaire dictatuur hebben gekend, weer verkiezingen hielden. En toen zijn de militairen, en dat moet men niet vergeten, massaal weggestemd door de Surinaamse bevolking. Die moest kiezen en die zegt nou, dat militaire gedoe, dat liever niet. Liever zijn we een gewoon democratisch land. En heeft men gekozen voor toch Suriname in de vaart van democratische volkeren te brengen. En daarna is het, je kan zeggen, langzaam bergafwaarts gegaan in plaats van bergopwaarts. En ja, het is ook niet allemaal kommer en kwel, want er zijn natuurlijk ook lichtpuntjes. Een van die lichtpuntjes is dat er een geheel nieuwe sector is bijgekomen en is gegroeid tot over onze oren. En dat is de goudsector, de mijnbouwsector. Ook een nieuw lichtpuntje is de ontdekking van winbare olie in onze kustgebieden. En dat noemen ze die offshore oliewinning. Dat is ook een lichtpuntje. En ik ga dus niet te dieper op in, want anders vergeet u de volgorde van de nieuwsfeiten die ik elke uitzending aan u presenteer. En ik wil me daarbij houden door erop te wijzen dat, dus want ik was blijven steken in het memoreren van onze onafhankelijkheid. Maar daar kom ik structureel op terug. Omdat het nou eenmaal vandaag 25 november 2023 is. Dus na OD-TD. En wil ik eventjes voor de geschiedenis boekstaven dat de naam Srividensie in het Sranton betekent onafhankelijkheid. Srividensie. En die naam is gekozen in het Sranton door Trefosa, Henny de Siel. Trefosa die heeft die term als eerste gebruikt. En hij, je kan zeggen, het is op zijn buik geschreven, de onafhankelijkheid. En zoals ik zo net schetste, is die onafhankelijkheid in fasen verlopen. En daar zal ik het straks even over hebben. En we bevinden ons in de week 47, dus nog steeds de 47ste week van het jaar. En het jaar bestaat uit 52 weken, dus we gaan langzaam naar het einde van het jaar 2023. En deze uitzending, deze editie, is de 109e ja, van 2023, van dit jaar. Dus ik mag u ook daarmee feliciteren. We gaan ook langer, langer, zeg maar in Sranton. We gaan langer. Langer, langer. Nou goed, dan kan ik nog dit zeggen. Dat we ons bevinden in, laten we zeggen, aan de vooravond van een feestmaand. Want als straks december ingaat, dan gaan de meeste Surinamers een beetje in een relaxte sfeer gaan ze het einde van het jaar tegemoet. Dat is eigenlijk cultureel bepaald. Dan wordt er vuurwerk afgestoken. Dat is een Chinese traditie. En we hebben dat vuurwerk uit China ook hier behoorlijk toegelaten.
Het heeft geleid tot heel wat branden. We kennen de grote branden in Paramaribo. Die veroorzaakt zijn door vuurwerk. Is om te beginnen met die brand van Kinching. Maar er zijn meerdere particuliere branden die aan het vuurwerk gerelateerd kunnen worden. En dat is ook een discussiepunt in Suriname. Niet alleen in Europa, waar men elk jaar discussieert over het belang of het niet-belang van vuurwerk afsteken. Dat is dus ook in Suriname het geval. Alleen is het zo dat wij in Suriname die Chinese traditie hebben overgenomen, omdat een bepaald contingent van ons land bestaat uit Chinezen, de Chinese bevolking. En die hebben dus dat vuurwerk afsteken ingebed in hun culturele traditie in Suriname ook. En dat is in Suriname geaccepteerd. Dus wij kunnen niet zomaar 1, 2, 3 dat vuurwerk afschaffen. We moeten rekening houden met die tradities. En dan komen we uit op veiligheid. Hè. Dan als je ervan uitgaat dat je dat vuurwerk toch wil handhaven, dan valt er niks anders dan veiligheidsmaatregelen te treffen. Zodat we niet elk jaar vuurwerkslachtoffers krijgen en grote branden. Goed, dat is wat betreft de komende maand. December. En waarom zeg ik dat? Omdat meestal wanneer het eind van het jaar zich aankondigt bij het begin van de maand december, we hebben nog 1 week in november te gaan, en dan verheugen de meeste Surinamers zich op de 13e maand, zoals men dat noemt in de vakbeweging, in Nederland ook, in de hele wereld, spreekt men van een 13e maand. Dat is een soort kerstbonus. Vooral in die christelijke landen, ja, dan zegt men, je krijgt gewoon een extra salaris van een maand, zonder ervoor toe te hebben gewerkt. Dus dat is een kerstbonus of een nieuwjaarsbonus. Ja, en dus die 13e maand heeft niks met het ongeluk 13 te maken, het ongeluksgetal, maar heeft te maken met die extra maand. En dan kom je in een vrolijke stemming, want dan heb je extra geld. En daarmee worden dan cadeautjes aangeschaft. Wereldwijd heeft men die traditie om met kerst, dus alle landen die een of andere viering hebben, te vieren op het eind van het jaar, tot en met het nieuwjaarsdag. Ja, het kost geld. En in aanloop tot die vieringen heb je allerlei andere vieringen in verschillende landen. En dan gaat men meer uitgeven. Men wil ook prettig of netjes gekleed zijn. Het kost allemaal geld, men eet lekker, er worden taarten gebakken en extra maaltijden geserveerd. Dat zijn puur feestdagen die te maken hebben met het christendom, met de christelijke wereld. Ja, en nu is er in die christelijke wereld ook behoorlijk wat opschudding veroorzaakt door Israël, dat er in het Midden-Oosten een geweldig bloedig conflict wordt uitgespeeld. En waarbij onschuldige mensen het slachtoffer worden. Er vindt genocide plaats voor het oog van de hele wereld. En men laat het maar gebeuren. Ik kan me niet voorstellen dat toen die oorlog allemaal al begonnen was. Ik zeg u, ik bemoei niet met die inhoud van die oorlog. Maar toen Hamas Israël, een Israëlisch feest, daar een slagpartij aanrichtte. En Israël vond dat ze terug moeten meppen. Dus net wanneer een jongetje met een katapult schiet in de richting van iemand met een machinegeweer en die zegt hij moet antwoorden en je gaat ratelen met je machinegeweer, dan maak je veel meer slachtoffers. En het is een ongelijke strijd. Want die aanslag die plaats gaat is echt niet het begin van een oorlog. Het is een uiting van onmacht van jarenlang in een soort gevangensituatie te zitten in Jeruzalem. En dan krijg je dus zo'n uitspatting. Het is, in de sociologie spreekt men van een exemplarische daad. Het is niet goed te keuren. Het is een afkeurenswaardige zaak. Maar als je het vanuit het menselijk perspectief bekijkt, het zijn mensenrechten die geschonden worden. En we weten natuurlijk nog steeds niet het fijne ervan. Want je hoort een heleboel berichten. Ik lees al die dingen. Volg ik om een goede nieuwsfeiten aan u te kunnen presenteren. En dan zie je dat er toch wel meer is gebeurd dan dat een paar domme Palestijnen zijn opgestaan op een dag om moorden te plegen.
gekregen. Het heeft een oorzaak en gevolg. Maar goed, Israël die mept terug. En dan krijg je een nieuw feit, en dat heb ik eerder in dit programma al aangehaald, wat mij zeer vreemd en een beetje wrang zelfs overkomt. Dat is dat men sprak van Israël maakte een nieuwsbericht tijdens een aanval van het Israëlische leger op ongewapende Palestijnen in het gebied gebied van Jeruzalem. Laten we maar zeggen de Gaza-strook. Toen men daar aan het bombarderen was, is Israël met een bericht gekomen van dat ze aankondigen dat onder druk van de wereld, overigens niet uit eigen initiatief, maar druk van protesten uit Europa en uit de rest van de wereld, hebben ze gezegd, goed, ze zullen niet achter elkaar bombarderen, maar ze zullen met tussenpauzes bombarderen. En toen dacht ik, wat voor nieuws is dit, hè? Zijn wij met al onze universiteiten en geschoolde burgers in de wereld, dan produceren we nieuws dat erop neerkomt dat een land dat genocide aan het plegen is, bekend maakt dat ze niet al die mensen in één keer zullen doodmaken, maar bij beetjes van ze gaan het gefaseerd doen. Dus dat is wanneer Hitler bekend zou maken van, we gaan niet alle Joden in één keer vergassen, maar elke maand een paar miljoen. Dus het slaat nergens op. Maar we zien dat die wereld ermee bezig is. En ik heb gezegd in dit programma, bemoei ik me niet met de interne aangelegenheden van landen. Maar ik breng wel het internationale nieuws. En in dit verband is het zo. Dus dat, en ik haal dit alleen aan in het kader van die naderende christelijke feestmaand december. En dan vind ik het wrang als die christenen december lekker pom gaan eten en feest gaan vieren met hun 13e maand. Terwijl er in de wereld, in naam van hun, namelijk die hele oorlog in Israël en de bombardementen in Jeruzalem, vinden in naam van het christendom plaats. Dat vind ik het allerergste. Waar ik niet aan wil meedoen. En dat is ook in de wereld het geval, dat er een heleboel christenen nu wakker worden geschud, dat in hun naam, namelijk dat die christenen geloven dat Jezus of God, dat God de Joden Jeruzalem heeft geschonken en dat daarom Jeruzalem van de Joden is. Is een Bijbels verhaal dat gewoon ertussenin wordt gegooid om het geweld van Israël te legitimeren. Maar ik vind dat gaat centraal staan komende december. Daarom haal ik het aan om dit programma. Analyseer ik de nieuwsfeiten. Nogmaals, als u nieuws wil horen, moet u niet bij mij zijn. Want ik heb geen enkele pretentie dat ik het nieuws als eerste naar u toe breng. Ik breng wel de feiten achter het nieuws en de denkkaders waardoor u of waarmee u het nieuws kunt analyseren. Ik heb voornamelijk als doel om te komen tot analyse, zodat u het nieuws begrijpt en kunt plaatsen. En in dat kader zeg ik, we gaan de decembermaand tegemoet van het christendom, dan wordt het christelijke feest gevierd. Eerste kerst, tweede kerst. En Sinterklaas is afgeschaft voor de mensen die het niet wisten. Het is onder een van die regeringen Venetiaan. En ik dacht Venetiaan 1, dat de Sinterklaasviering in Suriname officieel is afgeschaft. Het is toch een wapenfeit dat op het konto kan komen van Venetiaan. De Surinaamse president die is gegaan voor tot en met een derde termijn en bij die vierde termijn is hij afgewezen. Maar hij heeft dus in een van zijn eerdere termijnen heeft hij de knoop doorgehaast door officieel in Suriname het Sinterklaasfeest af te schaffen. Dat wil zeggen dat het mag wel gevierd worden, maar het is een particuliere aangelegenheid. De staat bemoeit zich er niet mee. Het is een particuliere zaak als u Sinterklaas wilt vieren. Maar dat is dus overgewaaid naar Europa, waarbij er natuurlijk ook onder invloed van de verhoudingen tussen zwart en wit in Amerika en de afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika
onder invloed van al die strijdtonelen waarbij zwarten opkomen voor hun mensenrechten. Daar heeft men alles wat op Sinterklaas lijkt afgeschaft. In Amerika noemde men het blackface. Dat je het zwart zijn verbindt met wat voor feest dan ook. Dat wil men niet in die landen die vooruit willen gaan en een hoog niveau van beschaving hebben bereikt. Die hebben het zoetjes aan afgeleerd. En dat is Zuid-Afrika, een van de laatste landen waar officieel die apartheid is afgeschaft. En toch zien we dat in Nederland er een discussie, langdurige discussie plaatsvond over het wel of niet vieren van Sinterklaas en Zwarte Piet. En daarbij staat natuurlijk de figuur van Zwarte Piet centraal. En Nederland was al tot het bewustzijn gekomen om Zwarte Piet af te schaffen in de Nederlandse maatschappelijke praktijk. Maar. Het nieuws wat ik u te brengen heb, dat weet u al, maar we gaan even dat analyseren. Dat is dat in Nederland de verkiezingen die hebben plaatsgehad op woensdag 22 november 2023, die zijn gewonnen door de PVV, de Partij van de Vrijheid voor de Vrijheid van Wilders, van Geert Wilders. Die haalde 37 zetels volgens de tot nog toe officieel bevestigde verkiezingsuitslag. En degene die dat nog niet hebben kunnen volgen, wil ik dat wel even voorhouden. Dan weten we waarover we praten. Want ik ga eventjes een beschouwing geven. Dat hoort bij die uitzending van vandaag. Voordat ik over ga naar de Surinaamse realiteit en nieuwsfeiten. Maar zoals u weet wonen er in Nederland bijna zo'n 350.000 Surinamers. Als je dus ook de tweede generaties meetelt, dan zijn we ruim over de 300.000. En dat is ruim meer dan een kwart miljoen Surinamers in Nederland. En dat betekent dat het Nederlandse nieuws deels ook te maken heeft met de Surinamers. En met de verhouding Nederland-Surinamers. Dus daarom moet ik in het kader van die Nederlandse verkiezingen even blijven stilstaan bij de winst, de verkiezingswinst van de PVV onder leiding van Geert Wilders. Die 37 zetels heeft gehaald. En dat is een vooruitgang van 20 zetels in vergelijking met de vorige verkiezingen. De tweede partij in Nederland qua grootte bij deze laatste verkiezingen is geworden de combinatie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Die haalde 25 zetels. De VVD haalde 24 zetels. Dat zijn 10 minder dan de vorige verkiezingen. Ik vergat te zeggen dat GroenLinks en de PvdA hebben een vooruitgang van 8 zetels. En dan hebben we het nieuwe sociaal contract van meneer Pieter Omtzigt. En dat was ook een nieuwe partij aan het firmament. En die heeft van 0 zetels is gesprongen naar 20. Dus plotseling 20 zetels erbij. D66 haalde 9 zetels. En dat is een achteruitgang van 15. In vergelijking met de vorige verkiezingen. De Boerenburgerbeweging, een nieuwe partij, sorry, die bij de Eerste Kamer verkiezingen, de vorige verkiezingen in Nederland, 1 zetel haalde, die is van die ene zetel gesprongen naar 7 zetels bij deze verkiezing. De Boerenburgerbeweging onder leiding van Caroline van der Plas, die eerst heel hoog oog gooide, maar de afgelopen maanden samen met het nieuwe sociaal contract van Pieter Omtzigt in de peilingen is gedaald. En dat is ook gebleken uit die verkiezingsuitslag dat ze enorm zetelverlies hebben geleden vanuit de peilingen bekeken. Maar in de praktijk heeft Caroline van der Plas er 6 zetels bijgekregen, dus heeft 7 zetels gehaald. En dat is 6 meer dan de laatste verkiezingen. Het CDA die heeft 10 zetels verloren en heeft 5 zetels gehaald. CDA 5 zetels. SP, de Socialistische Partij van Nederland, heeft 5 zetels gehaald. En dat is
een achteruitgang van 4. Ze hadden er 9. Ze zijn al 5. Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Die haalde 3 zetels. Dat is een achteruitgang van 5. De Partij van de Dieren, 3 zetels. Achteruitgang van 13. De ChristenUnie, 3 zetels. Achteruitgang van 2 zetels. De SGP, 3 zetels. En dat is een gelijkgebleven stand. Want ze hadden er 0. Dat is... Nee, ze hadden er 3, sorry. Ik zeg ze hadden er 0. Ze zijn op 0. Laat zeggen vanuit 0 hebben ze geen vooruitgang en geen achteruitgang. Zo moet ik het zeggen. Denk idem dito. Die heeft 3 zetels gehaald. Niet vooruit, niet achteruit. Dat zijn die 3 zetels van Denk. Fout. Een nieuwe kleine partij op de rechtervleugel van Nederland heeft 2 zetels gehaald. 50 plus, een hardnekkige een partij, die had 1 zetel en die heeft volgens die laatste uitslag, ik zag in die uitslag dat ze 1 zetel hebben gehad, maar ik zie bij die laatste telling, waarbij er restzetels en zo zijn gedisconteerd, zie ik dat 50 plus op 0 zetel is gekomen. Ik zeg het onder het voorbehoud. En bij 1 ook 0 zetels. Goed, dat waren de 16 partijen die in die verkiezingsstrijd zetels hebben gehaald. En van die laatste 2 die hebben geen zetel gehaald. Dat zijn 50 plus en bij 1. En dan zijn er 10 overige partijen die je niet zult horen. Want Nederland is net zo verdeeld als Suriname. Ik moet het eigenlijk omkeren. Want Suriname is een creatie van Nederland wat betreft het parlementair stelsel. En je ziet dus diezelfde dingen gebeuren. Ook in Suriname grossiert men in partijen. Er zijn steeds meer partijen in Suriname, terwijl wij maar een bevolking hebben van nauwelijks 600.000 inwoners. Dus we hebben samen opgeteld met de emigranten die het land hebben verlaten. Als we die er ook bij rekenen, dus het Surinamerschap als criterium hanteren, dan hebben we ruim 1 miljoen inwoners op de wereld. Op de aardbol, waarvan 600.000 in Suriname. Dus dan weet u dat er 10 partijen zijn dus in Nederland die buiten de telling zijn gevallen, die eigenlijk in feite verwaarloosbaar zijn. Je kan ze wegdenken. Ze halen niet eens 1 zetel. En wat is gebleken bij deze verkiezingen? Dat van die 26 partijen er... 16 bedoel ik, die hebben actief zetels gehaald en 10, die heb ik maar niet genoemd, omdat ze in de peilingen ook nauwelijks genoemd worden. En het opkomstpercentage is 77% geworden. 77% van de Nederlandse kiesgerechtigden zijn naar de stembus gegaan. En dat is een lage opkomst, de laagste van de laatste jaren. Dat is heel merkwaardig. Omdat die verkiezingen heel veel door de media zijn verslagen. En men dacht dat er dus heel veel op het spel stond. Maar toch is er 1% minder dan de laagste score gescoord. 77% van de kiesgerechtigden is naar de stembus gegaan. Vorige verkiezingen waren dat 78%, 78,7% die zijn gaan stemmen. En de verkiezingen van 2017... dus nog 4 jaar eerder, die hebben 80% opkomstpercentage laten zien. Dus dat wil zeggen dat die afgelopen 2 jaren, de afgelopen 2 verkiezingen, u weet, om de 4 jaar worden de verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal in Nederland. En bij die afgelopen verkiezingen zijn dus de laatste 2 verkiezingen is er een lager opkomstpercentage genoteerd. En dat zou kunnen liggen, ik geef alleen een interpretatie van mij, want dit kun je nauwgezet analyseren. En ik denk dat het ook zou kunnen liggen aan de eerste kiezers, dus de first voters, ja, die het belang niet zien van verkiezingen en deelname eraan. Maar het kan ook duiden op de jonge, de kiesgerechtigden, die pas... Dus ik doel dan op een groep op afkomstig uit het buitenland die voor het eerst kunnen gaan stemmen in Nederland. En dan niet zo
als de gemiddelde Nederlander hebben geparticipeerd. Want zoals u weet is het opkomstpercentage onder allochtone Nederlanders ligt lager dan het opkomstpercentage van de Nederlanders. Dus het kan ook door die tendens, kan die opkomst van de Nederlandse kiezers zijn beïnvloed en is er 1% minder naar het stembus gegaan. En wanneer we praten over een miljoenenbevolking, dan komen we toch op aardig wat stemmen uit die niet zijn uitgebracht. Ja, maar goed, dat is even een algemeen overzicht over die verkiezingen. En ik verwijs naar alle nieuwsbladen in Nederland en persbureaus die heel nauwgezet heel veel informatie nu naar buiten brengen. Omdat we nu in Nederland gaan naar het formatieproces. Het is gewoon volgens de grondwet zo dat de partij die de verkiezingen heeft gewonnen, die mag de nieuwe regering gaan samenstellen. Die mag het voortouw nemen, laat me het zo zeggen. Want ook het samenstellen van een nieuwe regering is aan regels gebonden. En dat doet doorgaans een neutraal aangewezen formateur die houdt zich met het formatieproces bezig. En wat ik wil zeggen, ik hoorde in de commentaren iemand, ik dacht dat een journalist was, die erover sprak dat, ja, Rob Wilders is bekend om zijn racisme. Het zijn gewoon raciale standpunten die in het partijprogramma zijn ingenomen. Zoals het weer terugbrengen van Zwarte Piet-viering in Nederland. Is natuurlijk een punt, als je dat in een partijprogramma opneemt, dan doe je dat om te treiteren. Want het slaat nergens op in politiek opzicht. Maar wanneer het voor jou zo belangrijk is dat de Zwarte Piet-viering er weer moet komen, dat betekent dat je, ik ga het kort door de bocht hoor, dat jij gewoon een racist bent. Dat jij jezelf, als je wit bent, belangrijker acht dan die Zwarte Piet die elk jaar legaal mag worden getreiterd in Nederland. Als jij dat belangrijk vindt voor de politieke koers die jouw land moet volgen, dan zegt het veel over jouw inborst. En dat is eigenlijk wat ik heel scherp naar voren wil brengen nu. Wat men nu in Nederland, men praat er omheen, hè. Nederland heeft een zeer slecht figuur geslagen, internationaal. Laat me dat heel duidelijk aan u zeggen. Die uitslag dat Wilders, de meest reactionaire rechtse politieke partij die deelneemt aan die verkiezingen, met openlijk raciale doelen, ja, met punten in het partijprogramma die erop neerkomen dat de witte Nederlander meer waard is dan de gekleurde allochtone Nederlander, dan ben je gewoon een racist. En dat moeten we gewoon zeggen, het racisme heeft gewonnen in Nederland. Nog anders opgeformuleerd, de onderbuikgevoelens, de onderbuik van Nederland heeft gesproken bij deze verkiezingen. En op het laatst heeft dat de doorslag bepaald. Wilders is gegroeid naar 37 zetels. Dat zijn er 20, heeft hij erbij gekregen. Van mensen die op het laatst toch besloten hebben om Wilders een strategische stem te gunnen, zodat hij die verkiezing kan winnen. En dat betekent dat het raciale idee, het gevoel van de eigen soort een voorrangspositie te gunnen binnen eigen land, het klinkt logisch, maar het is iets waar we internationaal al voorbij gestreefd waren. Ik verwijs naar landen zoals Amerika en Zuid-Afrika die in een hele geschiedenis met die etnische raciale strijd te maken hebben gehad en tot de ontdekking of tot de conclusie zijn gekomen, wetenschappelijk aangetoond dat je geen enkel verschil in humanistisch verband, op het niveau van menselijkheid, is er geen enkel verschil tussen een witte burger en een zwarte burger. Ze hebben allebei dezelfde rechten wereldwijd en dat wordt verdedigd en beschermd door de Verenigde Naties. Alle landen hebben zich daaraan gecommitteerd. Ze houden zich ook eraan. En wanneer je ziet dat in Nederland de klok wordt teruggedraaid, dat een ultra-rechtse partij de verkiezingen wint, dat betekent dat die onderbuikgevoelens in Nederland toch nog
in de richting liggen van dat de witte Nederlander met blauwe ogen een voorkeurspositie dient te krijgen op het grondgebied Nederland. Waar ook allen die daar wonen, men noemt het de ingezetenen, bijdragen aan die economie. Dat is dus in de ogen van meneer Wilders niet het geval. Hij acht de participatie van witte Nederlanders belangrijker dan de participatie van allochtonen aan de Nederlandse economie. En ik leg de nadruk op de economie. Ik hoor een hinderlijke, storende toon. Ik weet niet of het bij u ook hoorbaar is. Maar de uitzending wordt gestoord door een signaal dat nu is opgehouden. Dus ik ga natuurlijk, als het zich nog meer voordoet, dan moet ik afstemmen met de hoofdredacteur wat we dan met het programma verder doen. Want het was ook zo net heel moeilijk om een verbinding te krijgen. Ik weet niet wat er met die lijn aan de hand is, altijd als ik het programma moet maken. Maar goed, ik ga door. Ik ben wel hinderlijk gestoord zo net. Dus het komt erop neer dat het racisme heeft gewonnen in Nederland. En dat zegt men niet duidelijk. Je hoort nu iedereen zich buigen over die formatie. En men zoekt allerlei ingangen om de Wilders milder voor te stellen dan hij werkelijk is. Al die uitspraken die hij heeft gedaan. Processen die er zijn gevoerd tot in de rechtszaal. Dus men weet precies wat voor standpunten deze man heeft. En dan komt men nu met salvende woorden dat rechts een opening moet zien te vinden om met Wilders te praten. Mensen moeten water bij de wijn doen. Luistert u, racisme, bij racisme kan je geen enkel water bij de wijn doen. Want je bent racist of je bent het niet. Je bent geen enkel water bij de wijn. Je bent niet half racist of driekwart racist. Je bent het of je bent het niet. Dus daarom dat gedoe bij die formatie straks, van dat men water bij de wijn gaat willen doen, dat is kiezersbedrog, zeg ik dan. Hè? Dat is alleen maar om te gaan meedingen in die strijd die nu gaat ontbranden, wie er in die regering gaat komen te zitten. En dan is natuurlijk de handvraag, wil Nederland een racistische premier hebben, die openlijk alles wat in de wereld is bereikt op het niveau van diversiteit, inclusie, het samen met anderen samenwerken, dat die dat overboord gooit en zegt nee, Europa, met dan praat hij natuurlijk over Nederland en Europa, is van de Europeanen, is van de blauwe ogen en witte mensen en daar moeten die anderen van afblijven. En dat standpunt, dat staat centraal bij de PVV. Daarom heet die partij, de Partij van de Vrijheid. Die vrijheid is eigendom van die witte mensen, zegt meneer Wilders. En ik vind, wat zie je dan? Krijg je nou een steekspel in de formatie dat de VVD, een ultra-rechtse partij, die ook verlies heeft geleden, de VVD heeft 10 zetels verloren en heeft 24 zetels, en die wil koet bij die regering gaan behoren. Dus die begint al met, de VVD heeft een partijleider die de gedoemde premier van Nederland zou moeten gaan worden. En dat is mevrouw Dylan Jezilgos. Dylan Jezilgos is een VVD-vrouw, een Turkse, met van Turkse afkomst. En die is dan de gedoodverfde premier van de VVD. Maar ja, als Wilders heeft gewonnen en een van zijn stellingen is dat met name die Turken en Marokkanen uit Nederland verwijderd moeten worden. Hij accepteert geen enkel ander geloof, hij accepteert de islam niet, et cetera. Ik zal niet al die raciale uitgangspunten van Wilders herhalen hier. Maar als wij dat weten, dan zie je dus dat de VVD al een openingsset begint te maken in de richting van de formatie, door te zeggen dat ze bereid zijn water bij de wijn te doen. Eerst hadden ze bekendgemaakt dat ze onder geen enkele voorwaarde met Wilders willen samenwerken, maar ze willen wel in de regering zitten, dus beginnen ze een beetje weg te halen van hun standpunten. En dat is kiezersbedrog, hè?
je neemt een standpunt in en wanneer je gekozen bent, dan ga je dat veranderen. Je gaat eraan zitten sleutelen om maar een ingang te zoeken naar een andere partij die heeft gewonnen om samen de regering te kunnen vormen. Dus dat is wat ik afkeur en dat maakt die verkiezingen tot een wrange, onsmakelijke gebeurtenis waarbij men praat over ingangen zoeken naar Wilders en water bij de wijn doen, allerlei uitdrukkingen hoor je. En dan ga ik je eentje voorhouden. Waarvan ik hoorde een journalist zeggen dat ja, Wilders zal zijn racistische ideeën in de ijskast moeten doen om te kunnen onderhandelen bij de formatie over een te vormen regering met andere partijen. En toen merkte iemand anders op die zegt ja, maar in de ijskast doen van een racistisch uitgangspunt houdt in dat een ijskast is om dingen langer houdbaar te houden. En een ijskast dient om dingen langer vers te houden. Dus wanneer je zegt, lukt, je gaat het racisme van Wilders even in de ijskast doen om te kunnen onderhandelen met andere partijen, betekent het dat jij juist die levensduur van het racisme wil gaan verlengen en in op een ander moment in de toekomst dat zaakje op hart gaat spelen en kan gaan principieel kan gaan stellen. Dat is in de ijskast doen van racisme. Want racisme is racisme en blijft racisme. Dat betekent, je wil het op een ander moment weer aan de orde stellen. En dat betekent dat je dat dus niet, je hebt geen enkel water bij geen enkele wijn gedaan. Maar dat ding is gebleven wat het was, namelijk racisme. Je hebt het alleen in de ijskast gedaan en dat is om langer houdbaar en langer vers te blijven. Maar goed, ik ga eindigen met deze analyse. Het is geen analyse, maar het is een weergave van wat er in de verkiezingen is bereikt en niet bereikt in Nederland. Ik ga omwille van de tijd, want ik heb deze editie iets minder tijd. Dus ik moet namelijk twee onderwerpen behandelen die heel veel tijd vergen. Dat is dus dit onderwerp. De verkiezingen in Nederland, die ik bij deze ga afsluiten, door erop te wijzen dat de VVD, die ook in aanloop tot deze verkiezingen, heeft de VVD moeten beslissen of ze een beetje naar rechts gaan of naar links. Ze hebben beide gedaan. Ze hebben een beetje naar rechts gaan en ze hebben naar links gaan. Om een beetje een conctie met de Partij van de Arbeid en GroenLinks mogelijk te kunnen maken eventueel uit machtspolitieke overwegingen. Maar wat wil ik u naar voren brengen tot slotte? Die Nederlandse verkiezingen zie ik ook richting Suriname. Zie ik dat zo dat het Rutte is geweest die de rode loper heeft uitgelegd voor Santoki, de president van Suriname. Die is hier met egards ontvangen in de Tweede Kamer en met name geïnjecteerd met de ideeën van de VVD. En het is de VVD die het racisme in Suriname heeft aangewakkerd door de VIHP de volledige ondersteuning te geven en in te fluisteren dat ze die VIHP goedgezind zijn om in Suriname een tegenwicht te vormen tegen de Afrikaanse Surinamer. Ik weet waarover ik praat. Ik zeg het heel duidelijk. Dat de conctie, dat is die overeenkomst, die samenwerking die er is ontstaan tussen de VAP van Santoki en de Nederlandse regering, is ingegeven door het gedachtegoed van de VVD. En in dat gedachtegoed van de VVD schuilt ook dat gedachtegoed van de PVV van Wilders. Namelijk dat men een kritisch oordeel heeft over de zwarte Nederlander. De Nederlander met Surinaamse referenties. En ik zeg dit door te verwijzen naar de uitspraken van Rutte zelf, die voordat hij aftrad volmondig heeft toegegeven dat hij beïnvloed is door die standpunten van Bijeen van Sylvana Simons in zaken de afschaffing van Zwarte Piet in Nederland en het kijken naar het slavernijverleden. En wat blijkt nu? Dat de man die
het slavernijverleden en alle compensatie waarover gesproken is terug wil draaien. Hij wil niet meewerken aan genoegdoening en aan het corrigeren van het geschiedbeeld dat is ontstaan in een wrede, onmenselijke slavernij. Hij wil er niet aan meedoen. En dat is meneer Wilders. Dus meneer Wilders die heeft openlijk gewoon gezegd dat alles teruggedraaid zal worden op het gebied van de kunst en cultuur in Nederland, op het gebied van de samenwerking met de Europese Unie. Hij is ook een voorstander van het uit Nederland verwijderen van de Oekraïners. Maar dat kan ik begrijpen, want ik heb eerder in mijn programma heb ik aangegeven dat wat Nederland heeft gedaan bij het binnenhalen van de Oekraïners in Nederland heeft tot en met de onderlagen van de Nederlandse bevolking gechoqueerd door een zodanige elitaire behandeling te geven met fluwelen handschoenen aan de Oekraïners met mediabegeleiding, lofzangen op Oekraïne en op Zelensky, dat die Oekraïners die Nederland zijn binnengetreden de laatste jaren, dat die een voorhoede of een voortrekkers, laten we het anders zeggen, dat die een voorkeursbehandeling hebben gekregen door Nederland. Door die mensen de allermooiste huizen te gunnen, terwijl er honingnood is in Nederland. Door die mensen hoge uitkeringen direct toe te spelen en grote bedragen handgeld, ja, om inkopen te kunnen doen. Men heeft ze met fluwelen handschoenen ontvangen. En dat is bij die Nederlandse bevolking in het verkeerde keel geschoten. En Wilders, de man die van one-liners houdt, heeft hier direct gebruik van gemaakt door te eisen dat die Oekraïners direct teruggestuurd worden naar Oekraïne. En omdat zij hier gebruik maken van al die ruimte in die maatschappij die eigenlijk ten koste gaat van de minder bedeelde Nederlanders en met name de Nederlanders ook van Surinaamse afkomst of van allochtone afkomst die uit andere gebieden komen, met name de mediterrane gebieden, dat die direct zagen dat je dus de behandeling van de onderlagen van die samenleving in Nederland gaat met names en faces dat die Oekraïners voorkeursbehandeling krijgen. Ik heb dat in mijn programma aangegeven, omdat ik kom onder de Surinamers in Nederland en onder de Nederlanders en die spraken er steeds luider over dat dat niet kan. En weet u wat als klap op de vuurpijl wat er gebeurde? Die Oekraïners in kwestie, die gingen zelfs protesteren dat ze meer geld willen hebben, betere huizen. Ze vonden een kleurentelevisie niet goed, ze willen een flatscreen hebben, grotere flatscreen. Dus ze begonnen eisen te stellen die zelfs die arme Nederlander niet had, de voorzieningen. Dus met name die huisvesting heeft een vreselijke situatie door ontstaan in Nederland. Dat men dacht, wat voor mensen zijn die Oekraïners dan, dat ze zo met fluwele handschoenen worden behandeld, om politiek te scoren in de wereld. En daar heeft Wilders gebruik van gemaakt. En vandaar zijn standpunt. Maar het probleem is dat Nederland juist de Oekraïne steunt in die oorlog met Rusland. Dus is er een probleem als Wilders premier wordt en dit standpunt gaat doordrukken. En vandaar dat men in Rusland is men in de lucht gesprongen van blijdschap toen men hoorde dat Wilders die Oekraïners terug wil sturen naar huis. En Wilders die heeft ook een beetje pech met het tijdsgewricht dat nu in deze tijd dat er ik heel lang bij de Nederlandse verkiezingen ben blijven stilstaan. Dus ik moet naar Suriname gaan om die rampsituatie te bespreken in die laatste minuten die ik heb. Het komt er gewoon op neer dat de standpunten van Wilders zullen blijken niet uitvoerbaar te zijn op Nederlands nationaal niveau en op Europees niveau. Met name het standpunt ten opzichte van Israël. Wilders die steunt onvoorwaardelijk Israël, maar zijn standpunt met betrekking tot de Oekraïners is precies diametraal tegenover zijn eigen standpunt om de Israëli's te steunen. Het wordt spannend in de formatie, want men zal over zijn eigen schaduw moeten springen. Gaan we dat maar zo benoemen, zoals een omzicht
Omtzigt is het zo benoemd dat hij vooruitzag dat er enorme sprongen zullen moeten worden gemaakt met die standpunten die partijen hebben ingenomen, want dat er geen normale raakvlakken zijn. En dat noemt men zogenaamd iedereen moet water bij de wijn doen. Maar ik zeg u in dit programma dat er bij racisme geen enkel water in de wijn past. Racisme is racisme. Ik ga snel naar Suriname. Suriname viert 47 jaar onafhankelijkheid. En ik moet zeggen, ik heb die literatuur rap nageslagen. Maar dat weet ik gewoon uit de losse mouw, omdat ik er dagelijks mee bezig ben. Dat er dus een zekere politieke route is geweest in Suriname naar die onafhankelijkheid toe van 25 november 1975. En die ontwikkelingen ook na de onafhankelijkheidsverkrijging in 1975 hebben een bepaalde volgorde gehad. Die is beschreven in de literatuur. En de belangrijkste studies waar ik me op baseer, er zijn studies van het nationalisme van onder andere Marshall, Edmund, dacht ik, was Marshall, die, want zijn broer, die ken ik heel goed, dat is Archie, maar beide zijn juristen, en Marshall, die is gepromoveerd op het Surinaamse nationalisme, en ik heb zijn stellingen gelezen. En die behandelt ook, als het ware, die route naar onafhankelijkheid. Maar het meest spraakmakende boek is wel van professor, oftewel dokter Peter Meel, een historicus, die een boek heeft geschreven over Aaron. Hij heeft de biografie van Aaron jarenlang bestudeerd en heeft Aaron gepositioneerd als de belangrijke figuur die heeft gewerkt naar die onafhankelijkheid. Suriname. Ik ben daar. Ik heb altijd de intentie gehad dat boek te bespreken. Wat ik zeker nog ga doen, want het boek blijft actueel, omdat Suriname in dat proces verwikkeld is dat hij beschrijft in zijn boek. En ik vind alleen dat hij die nadruk te veel legt op Aaron. Misschien omdat hij met die biografie van Aaron bezig was, heeft hij veel in het proces. Na die onafhankelijkheid heeft hij toegeschreven aan de NPS en aan Aaron, wat niet altijd te rechtvaardigen is. Omdat een belangrijke figuur, die hij overigens ook noemt, maar die hij vervolgens niet die positie toedicht, en dat is Eddie Bruma. Meester Eddie Bruma, die is de man die eigenlijk het onafhankelijkheidsstreven op scherp heeft gesteld. Maar dat is ook een andere man. En dat is ook een vertolker van een bepaalde stroming. En dat is Anton de Kom. Anton de Kom heeft nog voor de Tweede Wereldoorlog de soevereiniteit van Suriname aan de orde gesteld. En ik noem nog een stroming die helemaal uit zicht is gebleven. Dat is de parlementaire Surinaamse stroming die het volk vertegenwoordigde in het koloniale bestuur. Het koloniale bestuur heeft toen men stapsgewijs overging tot het stemrecht geven aan de Surinaamse bevolking, heeft men vertegenwoordigers van het volk toegestaan in de koloniale staten. En twee belangrijke mannen en van één familie, die hebben een belangrijke rol vervuld in het grondvesten in die parlementaire democratie van de sociaaldemocratie. En dat zijn, ik heb die namen al eerder genoemd en ik kom in die komende uitzendingen kom ik terug op hun leven en hun betekenis voor de Surinaamse verkiezingen. Dat zijn de zonen van Benjamin van Ommeren en dat zijn Harry van Ommeren en een zoon van Van Ommeren met een andere vrouw, dat is mevrouw Wijngaarde. Dat is Cornelis Wijngaarde, oftewel oom Kees. De man had de koosnaam bij de bevolking van oom Kees, maar die zat niet in het parlement. Maar die was de broer van Harry van Ommeren, die wel in het parlement zat. En ik moet u zeggen, tijdens hun politieke leven is er weinig aandacht besteed aan deze sociaaldemocratie, die constant formuleerde de ontwikkelingsroute van de Surinaamse bevolking naar onafhankelijkheid.
En onafhankelijkheid had natuurlijk in die dagen meer de vorm van het overnemen van die machtsposities van de kolonisator. En gaandeweg zijn daar politieke ideeën aan gekoppeld. En dat is een hele grote materie die een andere keer aan de orde komt. Want ik moet nu naar een einde gaan. En ik zeg dat in samenspraak met onze hoofdredacteur die me kan aangeven hoe lang ik nog heb. Als hij meeluistert. Maar in ieder geval ga ik het laatste punt nog wat ik had willen behandelen uitvoerig. Suriname is in de ban van een mijnramp in de goudsector. Er is heel veel, het is wereldnieuws geweest. Het is in Nederland geweest op de televisie, op de radio's, in diverse programma's. Dus daar ga ik geen aandacht aan besteden. Maar ik heb ook mijn benadering van deze ramp in het Matawai-gebied bij wat men noemt kamp 21. En daarvan kan ik een paar dingen nog zeggen. En dat is dat er tot nog toe van de 15 lijken die zijn geborgen, de 15 slachtoffers, de 15 doden moet ik zeggen, dat daarvan 12 zijn geïdentificeerd. En drie zijn nog niet geïdentificeerd. En de meest opvallende groep is een groep van 4 mensen uit het dorp Gingistong. Gingistong, en dat zijn de namen die ik heb doorgekregen van Neville Daniel, 21 jaar, Rinaldo Linga, 24 jaar, Mitchell W.W., 25 jaar, en Gregory van Dracht, 37 jaar. Dat zijn jonge lui uit Gingistong. Dus dat dorp heeft het meest te lijden gehad. En het totaal aantal dorpen dat getroffen is in dat gebied, in het Matawai-gebied, betreft 8 dorpen. En uit Gingistong zijn er 4 doden. Dat is het dorp dat eigenlijk het zwaarst getroffen is. Hoewel er nog zo'n 5-tal, als ik het goed heb, zijn er een 5-tal vermisten die als vermist zijn opgegeven, waar men nog naar moet zoeken en waarvan men niet weet of ze daar onder het puin liggen, onder het zand, of dat ze elders hun toevlucht hebben gezocht. Dus daarvoor kan ik geen mededelingen doen. Maar ik kan wel zeggen dat die ene dode die is geïdentificeerd, die ik nog niet genoemd heb, dat ik heb die 4 van Gingistong genoemd, en dat is Fabrice Poketti. Fabrice Poketti is niet meer een jongeman van 24 jaar. U ziet aan die leeftijden dat het jonge mensen zijn die de dood hebben gevonden. En ik wil eindigen met 1 constatering van mij die ik nader ga onderzoeken. Ik heb de beelden bekeken, want ik heb een analyse gemaakt van wat er is gebeurd in die ramp. En ik beloof u, die volgende uitzending zal dit punt centraal staan. Ga ik helemaal uitpluizen voor u. Maar laat me u al een voorschot geven. U kunt die beelden bekijken, dan gaat u zien dat een paar seconden voor de ineenstorting van die mijn, van het gebergte, dat balkon, dat men het balkon noemde, dus in de volksmond, dat een paar seconden vooraf er een jonge man bezig is geweest, of iemand, ik weet niet of het een jonge man is, of een oude man, maar iemand heeft een brandspuit genomen en is die berg gaan nat maken. En er is een tweede ramp die, waarover niet gesproken wordt, is er ook geweest in Suriname. En niemand praat over die tweede ramp. En die tweede ramp heeft plaats gehad in Gododo. En daar is 1 dode gevallen. En 3 mannen totaal zijn slachtoffer geworden. En daar is ook gespoten met een hoge drukspuit. En mijn analyse is, het is een eenvoudige natuurkundige wet die ik zag gebeuren. En ik zeg dat niemand dat erover heeft. Als jij droog stand gaat nat spuiten, dan neemt dat gewicht toe. En die methode wordt door die mensen daar, de ongeschoolde, de ongeletterde, ik zeg het niet om die mensen te beledigen, maar om u de feiten onder ogen te houden. Die goudzoekers hebben geringe opleiding en volgens de laatste berichten zijn ze ook onder invloed van drugs. Worden ze bewust gebracht door grote drugsbaronnen die mensen drogeren en dan in die schachten sturen om goud te gaan zoeken.
En dan maken ze het zand nat, dat het een soort modder wordt, die ze opscheppen en dan brengen voor verdere analyse en contaminatie door cyanide en kwik. Maar het komt erop neer, het nat spuiten dat ze gebruiken om die mensen te laten graven, want dan wordt de aarde zacht, dan kan je die tunnel graven. Maar dat vergroot ook het gewicht van het zand. En ik kan bij, gaat u maar naar die opnames kijken, dan gaat u zien dat na het spuiten van iemand die een brandspuit heeft genomen en dat heel ding is gaan nat spuiten, is dat heel ding in elkaar gestort. En dat is op twee plaatsen tegelijk gebeurd. En daarom waag ik dit te zeggen aan u, dat dit nadere studie vergt. Namelijk dezelfde omstandigheid zie je gebeuren op twee onafhankelijke plaatsen. En die instorting vindt dan plaats met het noodlottige gevolg. Dit was Ludwig van Mulier voor Radio Tamara. Ik hou het hierbij, want er is veel meer te vermelden. Maar ik beloof u, bij de volgende uitzending ga ik verder in op deze ramp die Suriname heeft getroffen. Omdat die zogenaamde ramp in de goudwinning, ja, heeft voor heel wat commotie gezorgd. We zitten nog in de rouwperiode. De regering heeft 2 dagen rouw afgekondigd, maar ik moet u zeggen, ik ben zeer ontevreden met de krakkemikkige manier waarop heel Suriname heeft gereageerd op deze ramp die in feite heel Suriname treft, maar waarbij je ziet dat die rouwverwerking heel langzaam op gang komt. Ik ben blij dat er in ieder geval toch wat gebeurt, maar als we gaan analyseren wat er daar zich heeft afgespeeld, gaat u versteld staan van de zaken die hiermee te maken hebben, want het heeft alles te maken met die informele economie in Suriname, mm-hmm. en met de onkunde van de huidige Surinaamse regering. En ik maak die link naar wat er in Nederland gebeurt. Het racisme viert hoogtij in Nederland. En ik wil u in dit programma, heb ik de stelling gebezigd en ik kan het bewijzen, dat het de VVD is die de VHP heeft aangemoedigd de strijd tegen de Afrikaanse Surinamers aan in te zetten. En dat is in regeringskringen uitgemond in een vergroten van de tegenstelling tussen de VHP en de ABOP van Brunswijk. En dat ga ik voor u analyseren met feiten. Dit was Ludwig van Rouillet nogmaals voor Radio Tamara. Ik groet u, odi odi, en ik zou zeggen tot de volgende keer. En de volgende keer is aanstaande zondagnacht op maandag. En dan spreek ik u weer en hoop ik heel diep in te gaan op wat zich in die goudsector in Suriname allemaal afspeelt. Ludwig, bedankt en tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Iwan.